Bij het scheepswrak vonden onderzoekers bronzen kanonnen en oude kruiken, potten, vazen en marmer uit Italië. De meeste spullen zijn na eeuwen in zee herkenbaar en nauwelijks beschadigd. Het scheepswrak werd 3 jaar geleden vlakbij de Engelse kust gevonden. Het wrak lag op een diepte van 32 meter. Nederlandse en Britse archeologen deden onderzoek naar het scheepswrak. Ze doken er honderden keren heen en weten bijna zeker dat het wrak van de Klein Hollandia is. Een Nederlands oorlogsschip van 350 jaar oud. Martijn Manders is een van de archeologen die onder water onderzoek deed. We hebben allerlei informatie bij elkaar gezet, allemaal puzzelstukjes. En al die puzzelstukjes samen, we hebben naar het hout gekeken, naar het marmer gekeken waar dat vandaan kwam. En dat aardewerk waar dat vandaan kwam, wat voor schip het is, naar de bronzen kanonnen. Al die dingen bij elkaar geven ons al zo'n sterk vermoeden, het kan bijna niet anders. De Klein Hollandia werd in 1656 gebouwd. Het was een oorlogsschip. Aan boord waren 54 kanonnen aanwezig. En die werden vaak gebruikt, want de Klein Hollandia was betrokken bij alle grote zeeoorlogen uit die tijd. Het was een schip wat dan de handelsschepen moest beschermen, want er was een hoop aan de hand. Dus de handelsschepen moesten beschermd worden tegen vijandelijke andere schepen. 16 jaar na de bouw van het schip ging het mis. De Klein Hollandia was na een reis bijna in Nederland toen het aangevallen werd door een Engels schip. En met succes, want de Engelsen slaagden erin om het oorlogsschip te veroveren. Er zijn toen Engelse zeelieden aan boord gegaan en wilden toen dat schip naar de Engelse kust toe brengen. Helaas lukte dat niet en is het schip tijdens die terugvaart gezonken. De Kleine Hollandia was dus een oorlogsschip, maar er is iets raars. Want bij het scheepswrak lagen ook handelsspullen, zoals marmeren tegels en aardewerk. Spullen waar je niet echt een oorlog mee kan winnen. Toch? De handel van de kapiteins van dit soort schepen die gewoon wat extra geld wilden verdienen. En het mocht niet, maar dan weet je dat het gebeurde.